1350 jaar geleden. Willy Brort. Niet alle mensen geloven in dezelfde God of goden en daar komen meestal moeilijkheden door. In het jaar 600 vereerden de bewoners van de Nederlanden nog steeds de Germaanse goden. En tot in onze tijd heet de dagen van de week nog altijd naar die Germaanse goden. Dinsdag naar Tivas, woensdag naar Wodan, donderdag naar Donar, vrijdag naar Freya. Maar in veel andere landen was het christendom al de belangrijkste godsdienst. Er kwamen steeds meer kerken en er werden kloosters gebouwd voor nonnen en monniken die hun hele leven aan God wilden wijden. De monniken vonden het hun plicht mensen te bekeren. In het jaar 690 stak de Engelse monnik Willy Brort de zee over naar Frisia, het gebied van de Friezen. Maar die moesten niets hebben van het christendom. Dat was het geloof van hun vijanden, de Franken. Willy Brort gaf de moed niet op. Hij bleef moeite doen het hele noorden te bekeren. De Friese edelen bleven zich lang verzetten. Maar op het laatst moesten ze hun strijd opgeven, want de kerk werd te machtig. Nog steeds geloven niet alle mensen in dezelfde God. En dat is niet altijd makkelijk. Hoe denk jij daarover? Er komen hier mensen uit andere landen. Ze komen hier wonen, dus daarom moeten ze Nederland ook respecteren. Dus we mogen ze niet beledigen eigenlijk. Een jongen, maar hij is niet verhuisd. Hij zei eens een keertje dat onze God dom was. Dat vind ik heel erg. Je mag zeg maar nooit zeggen dat hij stom is of zo. En dat je er niet in gelooft en dat hij niet bestaat. Als je mensen pest die christelijk zijn, dan pest je niet alleen die mensen, maar dan pest je ook de Heere God. En die wordt er heel verdrietig van. Waarschijnlijk heeft God ons toch op aarde gezet. Dus dan moet je hem toch dankbaar zijn. Je moet wel alle geloven respecteren, want wat je weet nooit wat voor problemen je allemaal krijgt daarvoor. Soms kan het er gewoon zomaar uit rollen en dan later heb je er dan alweer spijt van dat je het hebt gezegd. Als ik dat doe, dan straft God mij ook. Want diegene heeft niks tegen mij gezegd over mijn geloof. En mijn ouders zouden hem dan ook straffen. Wat in de Bijbel staat is goed voor de christenen. En wat in de Koran staat is goed voor ons. Dus ze zijn allebei gewoon goed. Ik ben humanist. En mensen die in God geloven, die geloven dus dat er iemand is die over hen waakt en die ze moeten aanbidden. En humanisten die geloven gewoon dat er niemand is, dat ze voor zichzelf moeten zorgen. Iedereen mag zelf beslissen wat die gelooft. Dat zou ik juist alleen maar leuk vinden, want dan kan je ook van ander geloof leren. Hoe ziet jouw God eruit? Een man met lang haar. Hij is bruin. Met een witte jurk. Met een petje op. Helemaal in het goud. Geen idee. Dat weet niemand. Bestaat er één God? Of zijn er meer?